leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En zoals jullie kunnen zien, ik ben weer thuis. En het is buiten al donker, vandaar dat ik even heel aan het licht sta. Ik ben na 8,5 week weer thuis van Curaçao. En natuurlijk heb ik eerst Max ontmoet. Ik ben terug! Madrie! Ja, ja. Laat zien. Kijk. Op een draak. Op Curaçao. Ja, op een draak. Heeft hij van Tess overgenomen? Oh. En ik dacht dat ze me heel erg gemist had. Maar dat viel eigenlijk nog wel mee. Eten is dus blijkbaar belangrijker dan mij. Hallo. Maxi. Hallo. Hi. Ook zag ik natuurlijk Nienke weer. En we hebben gewoon 2 maanden niks gefilmd of gedaan. En we hebben elkaar gewoon 2 maanden niet gezien. Nou, de ontmoeting met Nienke die viel ook niet zo goed eigenlijk. Ze had een ander gevonden. Wij gaan zo meteen een nieuwe video opnemen, namelijk het nieuwe sketch. En heb je een idee, laat dan zeker hieronder. Wow, laat dan zeker hieronder. Laat het dan even weten, want we hebben er heel erg veel zin in om samen te gaan filmen. Zeker. Nou, met de mensen op stal was het ook heel gezellig, want ja, ze zeiden gewoon niks tegen me. Dat is heel normaal toch? Nou, Maxi zag er ook helemaal gemeten uit. Nou, dat ding was helemaal, die man die kwam tot zijn knieën, zeg maar. En nou, die staat hier was helemaal, en hij was helemaal ingevallen. Het was gewoon niet meer leuk, nee. Hoi allemaal! Hoi. Hey. Maar, ja, klopt, wacht, kom eraan. Grapje! Nee, het was heel leuk thuiskomen, jongens. En Maxi reageerde heel leuk, want hij had natuurlijk wel gemist, hoorde ik, want hij was stout geweest bij Lotte. Enorm. Heel stout. Met longeren. Over het hek gesprongen en zo. Ja. Yep. En hij heeft ook een wond gehad op zijn been. Hoe groot was die? Iets kleiner. Ja, zo. Zoiets. Zo breed was hij. Ja, hij was weer een dul geweest in de wei. Hij had een wond gekregen op zijn been. En even denken. Hij trapte hem steeds weer opnieuw open. Oh, hij trapte hem steeds weer opnieuw open. Max is ten eerste een hele tijd kreupel gehad. Want toen ik wegging, was hij kreupel. Ja, dat is mij nog. Hij vrij gaat. Toen kreeg hij zijn beenwond. Nou, dat sloeg ook helemaal nergens op. Je ziet, Max is heel dun geworden. Maar ja, daar kunnen we niet veel aan doen, want hij heeft gewoon niks gedaan. Hij is gewoon helemaal ingevallen, zijn spieren zijn weg. Dus we moeten alles weer gaan opbouwen. En jullie zien deze video vandaag. En op vandaag is Horse Event. En daar zijn wij ook. En wij filmen dit 1 dag voor Horse Event. En gisteren ben ik thuis gekomen, dus ik ben nog helemaal jetlekkerig. Dus het was 6 uur eerder in Curaçao. En ja, dan ben ik blij om thuis te zijn. Het was heel leuk in Curaçao, echt heel leuk. En spannend Curaçao verhaal. We hebben een paar keer bijna een ongeluk gehad. Echt? In Curaçao kenden ze geen verkeersregels. Oei. Dus ja, wij gingen een straat in. Oei. Die in richting verkeer was. Ja. En wij gingen tegen de richting in. Dat was niet zo handig. En van de andere kant kwam een busje en toen kwam er bijna een bots in. Maar het is allemaal goed gekomen. Ik leef nog. En al mijn vrienden leven ook nog. Fleur leeft ook nog gelukkig. We hebben allebei een hond meegenomen. Ja, heel goed. Voor de mensen die in een horsement gaan, heel veel plezier. Heel veel plezier. En ik zie jullie daar. Weet je dat je gezicht minder bruin is dan je armen? Weet je waarom het komt? Nee. Als ik op het strand lag, kon ik niet zo met mijn ogen in de zon. Dus ik had een hemdje over mijn gezicht heen gelegd. Ah. Je bent gewoon zelf duur op Penotti. En dan lach je mij uit. Weet je hoe raar je eruit ziet nu? Max, doe nou net alsof het je niet boeit dat Maatje terug is, dankjewel. Ja.
Ja, je hebt ook aandacht nodig volgens mij. Action. Nee, en dat is een...